Wat is je favoriete mode tijdperk? Mode tijdperk. Alle mode die komt overgewaaid uit het buitenland. Ja. Bijvoorbeeld, het is gelieerd aan een, ja, aan een gebeurtenis of aan een film of weet je, de dingen die zijn gebeurd. Ik geef een voorbeeld. In de jaren 70, dacht ik, 80, in de jaren 70, toen had je een mode met van die film To Service Love. En toen had je die speciale petten. Ja? En die dingen kwamen in de jaren 70, we maakten toen die petten. Ja. Het wordt verkocht. Weet je, speciale petten. Ik kan me nog heugen dat die mensen over, mijn werknemers overuren maakten om die petten te maken. Het was vraag naar. Ja. Ja, dus het hangt af van die, ja, van dat moment. Gewoon de trend op dat moment. De trend op dat moment, ja. Zeg maar, en de jaren 80 had je toen die film Grease. Zoek zoiets. Ja. Ja, die glimmende kleding. De... Maar welke vond echt... u het leukst? Of iets dat... Kijk, dus elk tijdperk heeft zijn eigen kleding. Ja. Dus daarover heb ik het. Normaal, omdat we niet echt, net als jij, je dingen op echt op de mode. Hè? Maar wij focussen ons meer op wat wil de mensen? Ja. Of wat wil het publiek hebben? En daar spelen we op in. Ja, het zijn twee verschillende zienswijzen. Het zijn twee verschillende... Maar heeft u misschien een favoriete kledingstuk? Van mijzelf? Ja. Mooi, ik kan me niet heugen. Ik draag van alles. Ik draag van alles. De meeste kledingstukken natuurlijk, als ik aan het werk ben, is wat ik zelf heb vervaardigd. Ja. Af en soms draag ik een iets anders. Maar bijvoorbeeld, wat ik ik hou van gewoon polo shirts. Vrije tijd. Ja, maar polo shirts maken we niet. Dus dat moet ik gaan kopen. Ik vind de mode van nu, dat er groepen zijn en gewoon verschillende kledingstukken. Alles ziet er gek uit, maar het is gewoon hun stijl. Ja. En ik weet niet, als je dat vroeger had, dat je echt mensen, dus groepen had die zich apart kleden of... Toen de tijd, die hippies, ze kleden zich ook anders dan, een normaal persoon. Weet je, dus... Maar dat is het ook, ik denk dat ook belangrijk is als onderneemster, ja, dat je het kwijt kan. Ja, sowieso. Maar ja, ik denk dat je wel alles kwijt kan. Want kijk, bijvoorbeeld hoe ik fashion nu zie, bijvoorbeeld als ik bezig ben met een collectie, dan denk ik, vroeger had ik dat waarbij ik dacht van oké, hoe gaan die mensen erop reageren, hoe gaan ze connecten ermee. Ja. Maar nu heb ik meer zoiets van, ik creëer dat gewoon. Het komt van binnen. En ik denk wel, als je op zo'n manier creëert, dat die energie, dat die mensen dat ook gewoon gaan voelen. Ja, maar als ze het leuk vinden, dat is ook belangrijk natuurlijk. Je kan dingen creëren, maar als onderneemster nogmaals, je moet het kwijt kunnen. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.